Goedendag. Ik start deze nieuwe week even nog met een mooi plaatje van afgelopen weekend. Toen waren op verschillende plaatsen mistbanken aanwezig, op sommige plaatsen zelfs dichte mist. Ja, en dat leverde toch wel mooie plaatjes op. Er werd ook de eerste lokale vorst van dit seizoen gemeten. Maar met vorst hebben we nu absoluut niet meer te maken. Want maandagochtend trok er een regengebied over en was die paraplu weer nodig. En werd ook weer erg zachte lucht aangevoerd, zeker voor deze tijd van het jaar. Als ik even de radarbeelden van de afgelopen 24 uur erbij pak, zien we die regenzone ook mooi naderen. Vanuit het zuidwesten trok deze over en zorgde regionaal al voor neerslagsommen richting 10 mm. Daarachter werd het ook soms even wat droger, maar er trokken ook weer stevige buien over. En met name aan de westkust zorgde dat ook voor zware windstoten richting 90 km per uur. Verder landinwaarts mogelijk tot 75 km per uur. En daarvoor geldt dan ook op maandag nog code geel. Hoe gaat dat dan verder? In de avond wordt het uiteindelijk langzaam wat droger, maar in de loop van dinsdag neemt die buigheid opnieuw toe en voornamelijk in het westen is daarbij kans op een klap onweer, ook weer enkele windstoten en zelfs kleine hagel is dan mogelijk. Dus ja, dan is het toch ook wel weer erg onstuimig. Vanavond dan trekken de buien eerst nog richting het oosten weg, wordt het tijdelijk wat droger en hebben we te maken met erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, 11 tot 13 graden. En de wind waait nog steeds stevig door, vrij krachtig boven land. Mogelijk nog hard aan zee met daar dus nog kans op zware windstoten. En dat is ook het geval in het noorden van het land. Vannacht daalt die temperatuur nauwelijks verder, met minima tussen 10 en 12 graden. Ja, normaal in deze tijd van november liggen de maxima zo rond 9 à 10 graden. Dus dat laat wel zien in wat voor zachte luchtsoort we nu zitten. De wind die blijft ook nog stevig doorwaaien, maar neemt in de loop van de nacht wel iets in kracht af. Morgen start dan nog overwegend droog, maar in de loop van de dag dus weer die toenemende buigheid vanuit het westen, voornamelijk aan de westkust is ook die kans op een klap onweer en kleine hagel, maar ook verder landinwaarts kunnen de buien wel stevig uitpakken. En de wind die waait daarbij ook weer overwegend matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richting met maxima tussen 11 en 13 graden. Ook woensdag nog kans op enkele buien, met name in het noorden van het land, dan een graad of 11. Donderdag belooft voornamelijk boven de grote rivieren overwegend droog te gaan verlopen. Ten zuiden toch nog wel kans op wat regen. En richting het weekend, ja, toch weer een toename van de wisselvalligheid. Met name op zaterdag en zondag kan er regionaal weer flink wat regen vallen. En op zondag komen we dan ook weer in de dubbele cijfers uit. Tot de volgende keer.